Welkom terug. Oké, we hebben de melk en de eieren afgeleverd. Blijkbaar duurde dat niet zo lang. Dus we gaan nu... we hebben cakejes gemaakt, blijkbaar. En we gaan nu de cakejes afleveren bij mevrouw... Of tenminste, bij de mensen in Jarlaheim om te kijken of het lekker smaakt. Oké, we hebben 3 cakejes. Heerlijk. Wat bedoel je precies met speciale smaak? Het is gewoon gebak. Oké, lekker afkeurend. Woe. Oké, wat vind jij ervan? Wat ik eraan denk. Het is gewoon gebak. Nou ja, gelukkig is het niet vies. Oh, ja. Slachtoffer van nummer 3. Hey. Wat bedoel je? Het is gewoon gebak. Nee, er moet een speciale smaak aan zitten. Het is Valentijnsgebak. Het is apart. Het is lekker. Het is... I don't know. Ik klink echt hondsbroert. Oh jee. Oké, ik moest even niezen. Sorry. Oh jee. Oké. We hebben de gebak afgeleverd. Ze vonden het niet lekker. Ze vonden het normaal. En volgens mij is dat... Maar ja, ik zal zo even kijken. Hallo. Ze vonden het niet lekker hoor. Maar ik heb wel een jurk. Oh. Die is ook cute. Monument. Oké, next. Wow. Nog meer. Rijd en Grindelwald en pluk bosbessen. Kom daarmee naar mijn... En wilde aardbeien. Oké. Moet ik nou die andere dingen ook nog doen? Of is dat echt letterlijk daily? Aan de ene kant hoop ik het wel. Want ik heb geen zin om de hele tijd heen en weer te gaan rijden. Nee. Oké. We gaan blijven het gewoon doen hoor. Ik krijg er tenminste wat geld voor. Oké, dit citroentje dat ik aan heb. Maar dat maakt me niet uit. Ah, ei, ei, ei. Hier nog ei. Hallo. Eitjes. Daar. Ik zie het wel. Okay. Oh, oké. Okay. Dat waren het blijkbaar 2 in 1 of zo. I don't know. Wow, heel krindel. Borst het helemaal gewoon oranje. Lol. Ik heb dit in 1 dag gedaan. Tenminste, dezelfde dag als de update. Hallo, wat ben jij? Een bosbes. Hallo, boom. Dat is een bosbes. Dat zijn aardbeetjes. Oh my god, ik zie geen hele flikker. Hier. Wat is dat? Aardbeetjes. You will always be by my side. Lena, I met you. I love you till the day I die. Sorry, ik ben aan het meezingen. Ik weet dat het niet klinkt. Hallo. Wat zijn jullie? Wilde bessen. Volgens mij zijn het gewoon aardbeetjes. Ja! Oké, die heb ik af. Hallo? Oké. Nog 1 van deze. En ik ben een beetje de weg kwijt. Oh my god. Nee! Ik ga die kant wel op. Kijk hier overheen. Nee. Gewoon nee. Ja, hier. Hier, hier, hier. Oké, ik heb ze gehaald hoor. En nu moet ik terug. Waarom staan er meer? Oh, ja, nee, dat was het. Oh, niet. 5-5, oké. Dat is Maya. Ik zal even... En we gaan verder. Het is echt heel gezellig hier op Star Stable. Ik meen het, ik stond... Ik was, hoe heet het...
Ik ging gewoon eten. Dat niet. Ik kwam boven terug en ineens gewoon boom. Laptop komt uit. Dus ik wil een aanknopje drukken van misschien staat hij gewoon op slaapstand. Nee, hij staat niet op slaapstand. Hij is gewoon helemaal uitgetiefd. Oh, lekker dan. Tering. Oh my god, ik ben echt stront verkouden nu, hè. Oh my god, ik smeer het. Ik zit gewoon keelsnoepjes al de hele week te vreten. Hallo, Susanna. Alsjeblieft, ik heb eieren. Ik meen het, ik heb hier echt een zak vol keelsnoepjes staan. Dat is eigenlijk tegen hoesten of zo, ik weet niet precies. Ik kan deze oh my god, dat valt mee hoe druk het nu is. Nee, die heb ik nog niet. Lever de melk af. Nee, die heb ik nog niet. Moeilijk, hè? Jij bent te hard op. Oh my god! Ik ga eerst die dailies doen. Oh, die had ik al gedaan. Haha. Ja, ik ook, maar. Oh my god, ik vind het niet leuk meer. Ik vind het nu al saai. Als ze nou gewoon zeggen hoeveel XP of hoeveel punten of weet ik hoeveel je nodig hebt. Hoe weet je ongeveer hoeveel dagen? Je krijgt nu volgens mij 100 dagen voor. Dat is 100 staan. Ja, dat is leuk. Ik heb nog 2 accounts ook. Oh wow, jee. Dat is wel pretty. Maar ik ga nu weer de delen doen, dus ik ga alweer afsluiten. Ik zie je de volgende video weer. Dus bye bye!